Hoi, ik ben Mandy. En ik ben Fleur. Normaal werken we hier, op kantoor. Maar vandaag gaan we met onze collega's op pad. Welkom bij een nieuwe aflevering van Boeien. Een serie van de politie Den Haag waarin we meegaan met allerlei verschillende afdelingen. En vandaag gaan we mee met Jamie. Zij is forensisch onderzoeker. Wat is dat precies voor beroep en wat doe je dan precies? We gaan het ontdekken. Ga je mee? Hey Jamie, wat tof dat we vandaag met jou mee mogen. Wat voor werk doe jij precies? Ik ben forensisch onderzoeker in opleiding en dat houdt in dat wij op plaatsen delict komen waar iets ernstig is gebeurd. Maar dat kan ook zijn een inbraak. En daarbij zorgen wij dat wij de sporen veiligstellen die mogelijk door een verdachte is achtergelaten. En waardoor we dus uiteindelijk iemand kunnen vinden die het heeft gedaan. Kan je ons laten zien wat voor soort sporen we dan zouden kunnen vinden? Ja, natuurlijk kan ik dat. Ik heb hier een hele grote bus bij me en daar zie je diverse hulpmiddelen waar wij onze sporen mee veiligstellen. Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, kom maar mee. Nou, zoals je hier ziet hebben we meerdere koffers. Waaronder de Dacti. Dat is voor de vingerafdrukken veilig te stellen. Daar zitten alle benodigdheden in die we daarvoor gebruiken. Explo, dus voor de explosieven die we eventueel veilig moeten stellen op een bepaalde manier. DNA, dat heeft te maken met de huid, haar, vezels. Daar zitten daar alle benodigdheden in. En zo hebben we eigenlijk voor elke koffer hebben we alle benodigdheden in één koffer bij ons die we per spoor nodig hebben. Dan ben ik wel benieuwd hoe dat nou precies gaat, zo sporen verzamelen. Kun je dat ook laten zien? Ja, tuurlijk. Ik heb alles mee, dus we gaan lekker op stap. Oké, ik ben benieuwd. Top. Ten eerste zijn we nu omgekleed. We zijn een ander pak gehesen. En dat heeft eigenlijk twee redenen. We komen natuurlijk bij plaatsdelicten echt op hele vieze plekken terecht. En daarmee zorgen we dat de viezigheid gewoon buiten ons blijft. Niet op onze eigen kleding of onze eigen huid komen. Dus we beschermen onszelf daarvoor. En daarnaast zorgen we er nu voor dat ons DNA niet op de sporen komen. Waardoor er geen mengprofiel uitkomt. En dus rechtstreeks naar een verdachte kan wijzen. Oké, en wat voor sporen zie jij hier? Wat kunnen we hier vinden? Nu wat mij eigenlijk opvalt is een glas dat daar open en bloot staat en daarnaast een blok papier. Laten we eerst gaan kijken naar wat het glas doet. Leuk! Nou, aangezien het glas waarschijnlijk zo is beetgepakt, ga ik hem niet zo beetpakken. Maar zorg ik dat ik met mijn hand erin ga. Waardoor ik gewoon eigenlijk mijn sporen niet kan kapotmaken. Dan probeer ik al een indicatie te maken met mijn lampje of ik al wat zie. Ik zie weinig vette vingers. Dus we gaan proberen met poeder dat zichtbaar te maken. Dan ga ik nu kijken wat hij doet op het glas. Dan breng ik het heel licht aan en dan zie je eigenlijk al dat het direct reageert. Dus meteen de vingerafdrukken erop zitten. Ja. Terwijl je net eigenlijk met alleen dat licht er niks van zag. Komt er een hele hand tevoorschijn? Nou, bijna wel, ja. En dan kun je ook nog iets met papier, zei je. Ja, we hebben hier inderdaad papier en dat werkt iets anders. Daar hebben we ook dan weer een ander goedje voor nodig. Nou, zoals jullie zien is hier eigenlijk niks op te zien. Wat ik al zei, een huid is vet, maar je ziet dat niet op papier. Dus dat is eigenlijk niet zichtbaar. Nou, nu hebben we eigenlijk een soort magnetisch poeder. Dat reageert ook op een magneet. Zoals jullie zien, hij is leeg. Maar als ik dit doe, hecht het zich direct vast. Ah, wauw. Ja. En dan ga ik jou vragen, Mandy, om het uit te testen op het papier. Oké. Je mag aan mijn rechterkant komen staan. En dan zet je hem gewoon op het papier en dan maak je gewoon hele rustige, rommelende bewegingen. En dan komt er vanzelf wat uit. Oké. Echt wel een soort toverstokje. Ja, nee, dat is het inderdaad ook wel.
Maar dat komt ook door die magnetische effecten op dat poeder, waardoor het dus als een toverstokje werkt. Nou, als je dan klaar bent met het poeder, kan je hem er weer boven houden. Of erin doen. En dan aan dat stokje trekken. En dan het stokje eruit. Juist, nu is het leeg. Het is een toverstokje zo. Ja, leuk. Heel gaaf. Ja, nou, dat maakt het ook super interessant. En is dit nou een goede handafdruk waar jullie hier veel in kunnen zien? Hier staan wel echt duidelijke vingers. Zie je hier wel goed in, die lijntjes die iemand uniek maken. Die zijn hier wel goed in zichtbaar. Dus dit zouden we dan meenemen en dat kunnen ze dan ook inscannen om vervolgens te vergelijken in onze databank. We hebben onze volgers op Instagram ook gevraagd of ze vragen aan jou hadden. En die hadden ze. Oké. Wat is nou bij een verkeersongeluk het eerste wat je gaat onderzoeken? Nou, wat ik al zei, bij elk plaatsdelict onderzoek je eigenlijk altijd als eerst wat er is gebeurd. Dus je gaat vragen aan aangever wat is er gebeurd. Je vraagt aan het blauw wat er is gezien. En daarna stap je dus een plaatsdelict op en kijk je gewoon van oké, wat ga ik als eerst onderzoeken? En bij een ongeval hebben we sowieso een apart team daarvoor. Die zit echt alleen maar op de verkeersongevallen, dus echt met voertuigen. En dat is FO Verkeer. En een andere vraag was, hoe word je nou forensisch onderzoeker? Nou, die vraag snap ik wel. Als eerste begin je een 3 maanden opleiding en dat heet de PSI, politie-specifieke inzet. Daarmee word je een beetje blauw gemaakt en leer je een beetje de basiskennis van de politie, dus ook juridisch. Als je dat hebt afgerond, dan ga je, net als ik nu, de BPDO in, de basisplaatsdelict onderzoek. En daar leer je echt de basiskneepjes. Dus hoe stel je vingerafdruk veilig? Hoe stel je een schoenafdruk veilig? Hoe werkt DNA? Waar kijk je allemaal naar inderdaad op een plaatsdelict? Waar let je op? Ongeveer met 3 jaar ben je klaar met alleen echt de plaatsdelict onderzoeken opleiding. Dus ja, er zit wel even wat tijd in, maar als je er echt voor gaat, dan komt het wel. Ja. Als er nou bij een van de kijkers thuis wordt ingebroken, wat kunnen ze dan het beste doen? Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk de politie bellen, 112. En aan de hand daarvan komt de politie aan huis om ook te kijken, is het voor ons relevant om onderzoek te doen. En zodra ze zeggen, het forensische opsporingsteam die komt langs, is het allerbelangrijkste om er niet aan te zitten. Want die sporen die zij waarschijnlijk hebben gevonden, of al is er een huis helemaal overhoop gehaald, dan doen wij er nog alles aan om de sporen uit te halen. En zodra iemand eraan zit, dan kan het spoor al vernietigd worden en is ons sporenbeeld al veranderd. Je hoopt natuurlijk nooit dat het gebeurt, maar als er bij jou thuis wordt ingebroken, bel dan direct 112. Dan kan het zomaar zijn dat Jamie langskomt om onderzoek te doen. Dit was hem alweer voor deze week. Welke afdeling zou jij in de volgende aflevering willen zien? Laat het ons weten in de comments en abonneer je natuurlijk ook op ons kanaal. Dan zien we je graag de volgende keer weer. Doei! Doei!